Waar ik hierbij sta is een overzicht van de jaren 1974 tot en met nu, 2013. En nou zitten we wel net in 2014. Het eerste werk wat ik gemaakt heb, dat is van de jaren 56-58, daartussenin zit het. 1900 dus. En vervolgens is dat van een docent die wel vond dat ik kwaliteiten had voor de academie. Mijn vader vond het toch niet zo'n goed plan. En toen ging het niet door. En toen heeft hij gevraagd, vindt u het goed als uw dochter bij mijn kinderen op komt passen? En dan laat ik ze bij mij in het atelier, laat ik ze werken. En dat is het eerste wat gebeurt, dus dat ik bij een kunstenaar mocht werken in zijn atelier. Dat was heel bijzonder. Dat was een docent van de school, dus dat is echt heel bijzonder, vond ik zelf. Dit is van 1974, dat is toch weer wat later. En dat is het Duvelhok in Tilburg en daar werken allemaal kunstenaars. En dan kun je even uitzoeken waar je denkt dat je de meeste voeling bij hebt en dan ga je daar werken. Zo kunnen we een beetje verder gaan. Ik heb dus steeds na 3 jaar een keuze gemaakt voor een andere kunstenaar, zodat ik dus van alle kanten een beetje gevormd word. En dat is dus bijvoorbeeld ook, dit heb ik gemaakt bij een workshop bij Reinoud van Vught. En dat was dus met een model zoals u ziet. En vervolgens heb ik daar een workshop gedaan, want ik was ook toe aan grotere werken maken. Dit is er een van en die hangt daar ook verder op. Deze is in die periode gemaakt. Dat is in de jaren 90. Dit werk is dan eigenlijk ontstaan door het onderzoek van allerlei materialen. Dus het is olieverf met andere verven door elkaar, spuitdingen. Ik heb uit Marokko zand meegebracht en allerlei andere dingen om dat ook te mengen en te doen. Dit werk is ook van de latere periode. Dit is namelijk van 2012 heb ik het gemaakt. En dat is een werk wat een beetje donkerder uitziet. Maar het is ook een werk dat je, zoals je dus bepaalde periodes in je leven doormaakt, dat je denkt van, ik ben niet zo zonnig vandaag, om het zo maar eens te noemen. Dus dit is een werk geworden wat een beetje donkerder was. Ik heb er nog wel wat kleuren op de achtergrond aan toegebracht. Heb ik er weer afgehaald en die zijn dus blijven hangen, omdat het toch nog stevig vastgemaakt was. Het is een ondertapijtstuk in verschillende vormen. En vervolgens heb ik dit verder zo afgewerkt met zwarte vraagtekens. Want je hebt dan toch wel eens in het leven, je vraagt je dan af, waar gaat het naartoe of wat gaat het worden verder? Dames en heren, leden van het college van BMW, leden van de commissie Kunst en Cultuur, familie, vrienden en alle genodigden, welkom in het gemeentehuis van Goorlen bij de opening van de expositie van Ine Appels. Geboren in Breda, maar al snel naar Tilburg verhuisd en daar heeft ze ook het grootste deel van haar jeugd doorgebracht. En vanochtend hebben we nog even gepraat en toen hadden we het onder andere over haar studentenjaren, haar jaren op de academie in Tilburg. En haar opleiding daar bracht haar al in contact met toevallig mijn eigen vader. Dat was wel bijzonder om er weer eventjes aan te denken. Waar ze goede herinneringen aan had. Ze was toneelspeler. En ook was daar onder andere Joost van Oudheusden die haar ook geholpen heeft bij haar eerste stappen op het kunstenaarspad. Maar ook van groot belang in haar hele ontwikkeling en leven is haar eigen Henk. Want zonder zijn steun en toeverlaat was ze zover nooit gekomen. Dynamische sporen, daar moet je even over nadenken. Je zou zeggen dat sporen juist statisch zijn. Verstilde getuigen van wat ooit was. Maar het laat ook zien wie je bent. Waar je vandaan komt. En dat is wezenlijk van belang om te zien wat je wordt. En in die zin zijn sporen wel dynamisch, geven een blik op je persoonlijkheid, wat je beweegt en bewogen heeft. En doordat Ine, en dat ging vaak zo in die tijd van haar vader, niet de professionele kant op mocht, ik ken er meer, is ze vooral in de hobby-sfeer verder gegaan. Maar talent verloochent zich niet. En dat kunnen we hier vanavond zien op de expositie, waar vooral haar laatste ontwikkelingen zichtbaar zijn. Blijven zoeken en ontdekken. Dat is wat kunstenaars bij uitstek doen. En Ine doet dat in haar kunst en in haar leven. Ik heb begrepen dat deze expositie in Goorlen, waar je nou al zo lang woont, voor jou een waar hoogtepunt is. En daar ben ik blij om. Naar aanleiding van de foto's van Ine en haar cv was onze nieuwsgierigheid gewekt. En Marlene en ik gingen bij haar op atelierbezoek.
Wat ons meteen trof was de vitaliteit en de kracht waarmee Ine ons ontving en het grote enthousiasme waarmee ze vertelde over haar werk. Vitaliteit, kracht en enthousiasme. Drie kernwoorden. Drie kernwoorden die haar kenmerken en die we volop terugzien in haar werk. De kwaliteiten ervan overtuigden ons die avond om een positief advies uit te brengen naar de andere leden van de commissie. En door haar instelling om steeds te willen leren en haar grenzen te verleggen en te onderzoeken, schildert ze haar innerlijke beleving op een experimentele wijze met veel durf en flair. Ze weet wat ze wil. Haar werk is hierdoor sterk in vorm en beeldtaal en haar techniek is goed. Ze durft veel uit te proberen, maar ze weet ook precies waar de grens ligt en de kracht van de beeldtaal is duidelijk. In deze expositie, Dynamische Sporen, laat Ine haar zoektocht zien naar het vrije werken. Dit getuigt van een enorme kracht en een innerlijke motivatie waarop menigeen jongere van ons jaloers mag zijn. Ine, wij feliciteren je van harte met deze baanbrekende expositie, waarmee je zeker veel kunstliefhebbers in Goorlen zult motiveren en inspireren. Dan is de expositie nou geopend.